De damesafdeling van SV Zomeren bestaat 50 jaar en het jubileum werd op zaterdag 28 mei gevierd op Sportpark De Pothakker. Het feest begon met een gezellige reunie. Hier is de stuphout. Ja. Vandaag is de dag waar jullie lang op geteld hebben. Zeker, ja. Want wat is er vandaag te doen? We hebben vandaag een jubileum te vieren. En dat is het jubileum van het 50-jarig bestaan van het vrouwenvoetbal bij SV Zomeren. Ja, en dan ga je dus een reunie houden. Zeker ja, dat is eigenlijk het leukste inderdaad, om zoveel mogelijk mensen van die 50 jaar bij elkaar te krijgen en gewoon lekker, lekker te kletsen. Die reunie begon alle minuutjes, gauw ze binnen zijn. Ja, zeker ja. Dat is wel een beetje vrouwendingetje, hè. Die, dat gaat automatisch. Ja? Ja, dat denk ik wel ja. Vooral die mensen die 50 jaar bij de club zijn geweest, 50 jaar geleden, die staan en die zijn niet meer stil te houden. Nee, dat gaat automatisch. Hoe is dat bij jullie? Jullie zijn ook oude bekenden of niet? Ik ben nog niet helemaal bekend bij Zomeren, maar... Ik ken toch al redelijk wat mensen, dus ik zie nog wel bekend inderdaad. Je bent niet bekend als jongeren? Ik kom officieel van Asten. Ja, dat mag toch? Van MUC, dus we hebben nu een mooie samenwerking. Dus eigenlijk is het ook al mooi dat nu dat ook allemaal samenkomt. Oké. Maar Lou, hoe ziet het programma vandaag eruit? Wat gaan jullie vandaag doen? Wij gaan het heel gezellig hebben met elkaar. Ja? En afhankelijk van hoe het loopt hebben we nog eventueel een quiz in petto. Ja. En daarna krijg je de Ladies XXL Night. Ook door jullie georganiseerd? Nee. Maar was nee, we hebben de optie om er ook naartoe te gaan. Dat was wel gepland, of niet? Ja, zeker. Ja. Past er wel mooi onder, hè? Hey. Dat past er wel goed bij. Ja, zeker. Voor de mensen die nog extra lang willen blijven en het zo gezellig vinden om met elkaar bij te kletsen en herinneringen op te halen, is het natuurlijk wel heel leuk als je dan ook aan kunt sluiten of nog kunt blijven in de tent waar verder gefeest kan worden met elkaar. Ja. Het vuurwerk hebben ze iets te vroeg. Rian, ik zag een heleboel oude vrolijke knipsen. Jullie zijn dus het archief ingedoken, of niet? Wij zijn echt het archief ingedoken, ja. We 50 jaar terug en daar hebben we onze oprichters voor gebruikt. Jan Aerts en Betje van Tulde. Ja. Heel enthousiaste mensen die flink op zoek zijn gegaan naar de oudleden, maar ook naar krantenknipsels en foto's. En, heel leuk om te zien om je terug te halen. Jullie hebben de oudleden echt moeten zoeken? We hebben echt wel een aantal mensen echt moeten zoeken, want wij kregen ledenbestand van de vereniging. Maar ja, de mailadressen zijn natuurlijk pas vanaf 2000 of net ergens in 2000. Dus we hebben voor die tijd echt wel wat zoekwerk moeten doen, ja. Hoe hebben ze gevonden? Ja, ik zeg al, via Betsy en via Sjan vooral. En via Facebook hebben we veel op social media gepost. Echt op onderzoek gegaan? Wij zijn echt op onderzoek gegaan. Ja. En dat verspreidt zich dan heel snel als er wel enthousiaste mensen zijn. Iris, presteer als assesse bij de zomerclub. Ja, dat is wel mooi. Ik ben wel blij dat het allemaal kan zo ook op deze manier. Dat er geen wrok is tussen de twee clubs. Dus de samenwerking gaat sowieso heel goed. En het is hier eigenlijk altijd wel gezellig. Dus je kwam hier altijd wel vroeger ook voor de feestjes. En dat nou nog steeds kan, dat is wel mooi. Ja, valt me op dat tegenwoordig de vrouwen de feestjes bepalen, de sfeer en zo. Ja. Dat was vroeger niet. Is dat zo? Ja, dat weet ik meer. Daar durf ik niks over te gaan praten. Ik weet niet of ze moeten aantallen, maar de feestjes waren er toch ook wel. Zeker. Oké. Okay. Sjan Aerts van Einde en Betsy van Tulde, Boerenkamp, jullie stonden aan de wieg van SV Zomer. Hoe is dat begonnen? Wij waren bij het korfballen. En bij de Blue Stars. En er waren te weinig leden. Werd opgeheven. Nou, en wij hadden al een paar keer gevoetbald met cafévoetbal. Stan Jansen tegen Wijnen. Van Gertje Wijnen. En mocht dat? Als vrouw? Toen die tijd, ja. Nou, en de korfballen was opgegeven en toen hadden wij... Zelfs de vrouw van Stan Jansen deed mee. Ja, Toos deed ook mee, Wat hoe lang geleden? Ja, 50 jaar. 52 jaar geleden. Ja, ik denk toen wel 53, hè. Nou, en... toen hebben wij besloten om te proberen voor damesvoetbal. We kregen in het begin heel veel tegenwerking van de FBS. Dat had je verwacht, denk ik. Ja, we hadden alleen maar mooie benen en stonden die mannen langs de lijn, dus... Nee, was het nou, zo? En... Wie was de grootste tegenstander toen? Braakhuizen. Nee, de grootste tegenstander die tegenhield? Nou, niet echt tegen, maar we kregen niet echt de medewerking. Maar Frans Vlieshout, daar kregen wij echt medewerking van. Die heeft ons op weg geholpen. Ja, want Frans wilde mooie benen zien. Ja,
Misschien wel, maar daar ging het toch toen bij hem niet om. En de kaplanen van Bout? Rommoud, dat was, die was anti. Ja. Ja, ja. Ik was, ik was Akela van de Welpen en dan moesten de Welpjes geïnstalleerd worden. En dan moest kaplaan Rommoud komen. Maar dan was de discussie toch weer dat damesvoetbal echt niet geschikt was voor dames. Ja, en toch hebben we het gewonnen. En toch hebben wij het gewonnen, ja. Doorzetten, hè? Had ik hem tegen alle... Ja, ja, ja. Ja, van korfbal en verschillende nieuwe leden erbij. Ja. En toen hadden we ze bij elkaar, ja. En hoe ging het toen? Ja, veel verliezen in het begin, hè. Ja, daarom. Heel veel verliezen. En toen wonnen we een keer een wedstrijd en toen moest er gefeest worden, hè. Zogenaamd kampioen toen, hè. Toen zijn we naar de Chinees naar Helmond gegaan. Huh? Ja, ja. En ja, zo is het eigenlijk. Ja. En lang hebben jullie allebei in voetbal? Nou, ik denk 19 jaar. Ja. En ik heb 9 of 10 jaar gevoetbald en daarna 20 jaar leidster geweest. Ja. En het niveau ging steeds hoger, hè? Ja, ja, echt wel. Ja, ja. Ja, en ja, de eerste klasse sowieso. Hè? Ja, want ze zijn vaak kampioen geworden. Braakhuizen, was dat ook? Braakhuizen, dat was wel... Dat was Wikkels. Daar waren Wikkels. Waar waren wij bang van? Dat was de club. Ja, echt. Dat was de club die ons... ja, wel... Daar gingen wij een tandje voor terug. Ja, en toen ook tegen Lierup en tegen MWC. Ja, ja. MWC niet, ja. Nee, MWC niet. Nee, MWC is pas later gekomen eigenlijk. Ja. En was er ook een harde wedstrijd als ze tegen Lierup of zo? Nee. Nee, want... Ja, Lierup was wel erg fanatiek. Maar die hadden ook te maken met te weinig spelers. En er waren ook ouderen die het eigenlijk het voetballen nooit geleerd hebben als kleinkind eigenlijk. Hè? Zoals het nou is. Ja, voor de mannen ging het maar bekijken. Ja, nou, momenteel nee, want we kennen de speelsters eigenlijk niet. Want zomer is met Asten samengegaan. En mijn trainer was ook nog moeilijk in het begin om een trainer te krijgen. En de Sjaak, ja, maar die zou dat tijdelijk doen. Maar ja, het is 10 jaar geworden. Ja. Dat is heel bekend natuurlijk. Ja. Heel veel. Er zijn er echt veel van ons. Hè? Ja. Er zijn er intussen tijd 3 overleden. Dus. En volgens mij zijn ze er allemaal, hè? Ja. Die wij aangeschreven hebben of die we gebeld hebben, benaderd hebben. En dan moet je vanavond allemaal spreken, of niet? Ja, dat krijg ik wel voor elkaar, denk ik. Ja. Joyce en Fons Hasselman. Fons, en Joyce, het is begonnen omdat Joyce wilde voetballen of dat Fons leider wilde worden? Nee. Nee, ik denk dat ik eerst voetbalde bij de meisjes. Ja. Bij de meisjes ben ik gaan voetballen en gaandeweg de jaren denk ik richting de dames. Ja, is als pap in nog in beeld gekomen, zeg maar. Ja, ja, dat klopt. En, eerst ben ik een jaar mee geweest met Herman Kollenburg. Die was toen de trainer. En ik werd aan het einde van het seizoen geconfronteerd met een uitspraak van Herman. Ik stop ermee en Fons neemt het over. En daar wist je niks van? Daar wist ik niks van. Nee. Maar iedereen wist het? Nee, toch niet. Dat was ook niet bekend. En achteraf is dat gewoon een hele goede beslissing geweest. Ja, dan kon ik een Joyce in de gaten houden, of niet? Ja, dat deed hij wel, ja. Ja, ik denk dat Joyce wel een beetje wat nadelen heeft gehad dat ik trainer ben. Ja? En want er is wel eens tegen mij gezegd, je moet niet zo streng zijn op Joyce, want Joyce is ook maar één van de 11 die voetballen. En, en dat was wel eens moeilijk. Dat is wel vader eigen, hè? Strenger op de eigen dochter of zo dan... Dat kwam in die wedstrijd ook wel vaak naar voren. En ik vond trouwens dat Joyce eigenlijk de beste speelster was, maar ja, ze liet dat niet altijd zien. Hè? Ja, Joyce, want je hebt heel lang gevoetbald, hè? Ik heb heel lang gevoetbald. Tot 2016, zeg maar, ben ik actief bij de meisjes en dames geweest. Ja. Ja. Want je kwam in een periode dat damesvoetbal ook echt meetelde. Ik vind wel dat we een hele grote groei door hebben gemaakt, zeg maar, toen ik bij de dames kwam. Maar er zijn toen wel heel veel mensen geweest die er heel hard voor gevochten hebben om het toch wel naar een hoger niveau te doen. Ja, ja, en daar is als pap met een hele hoop stafmensen eromheen zijn daar eigenlijk ook wel mee begonnen. Hè. Natuurlijk ook wel het jaar daarvoor al. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel in een stroomversnelling gegaan de afgelopen jaren. Want Fons, als je ziet hoe de dames wel nou een vlucht hebben gekregen, zijn ze allemaal te vroeg geboren. Ja, ja, dat wel, dat zeker. Ja. Ik mocht vroeger niet bij de jongens voetballen bijvoorbeeld. Ik moest een meisjesteam creëren om te kunnen gaan voetballen. Ja? Ja. Ja. Terwijl mijn visie was, voetbal bij de jongens.
En zo gauw je de leeftijd hebt om bij de dames te voetballen, dan gaat het allemaal naar de dames. Ik vind ook dat de beste prestaties van de meiden bij Zomeren in die tijd van ons, dat degene waren die tot hun 17e of zo bij de jongens gevoetbald hadden. En als die dan in een eerste elftal bij de dames kwamen, waren ze gewoon de uitblinkers. Ja. Die hadden gewoon fysiek, waren die zeer sterk en die wisten ook wel hoe het voetballen in elkaar zat. En er veel profijt van gehad, vind ik. Dus eigenlijk zou het zo moeten blijven, of niet? Ja, ik ben persoonlijk voorstander van. Alleen, je hebt ook te maken met een technische commissie hier. En die willen dan toch vaak dat meidenteams worden gevormd. Ja. Ik ben er geen voorstander van, maar ja, ik heb niks meer te zeggen, dus ik leg me er maar bij neer. Sowieso, wat was jouw mooiste periode hier? Nou, ik denk in de mooiste periode in de jaren dat wij het kampioenschap en de beker tegelijk binnenhaalden in dat jaar. Maar toch wel een beetje in de tijd dat wij een beetje een vaste groep hadden met een aantal vriendinnen om elkaar heen, zeg maar. En dat waren toch wel hele mooie tijden. Dat was gewoon een hele goede lichting. Hele goede lichting. En daar klikte gewoon onderling heel erg goed. En de mannen die erbij waren klikten gewoon heel goed. Dus het was eigenlijk een beetje een totaalplaatje wat... en dan presteer je natuurlijk ook. Ja, je bent nu gestopt. Wat doe je nog in damesvoetbal? Niks meer? Jawel. In damesvoetbal een beetje achter de schermen, zeg maar. Ik zit in de commissie meidenvoetbal. Meiden-damesvoetbal met de samenwerking Zomerasten, zeg maar. En ik heb twee dochters die voetballen. Dus ik ben toch nog wel heel veel op de Poldakker te vinden. Maar kan Fons streng horen tegen zijn kleindochters? Nou, het is wel een. Als ik ga kijken, dan weten ze wel dat ik er ben. En ik heb daar dan ook natuurlijk mijn mening over. Dat is ook niet altijd even goed, maar ze moeten gewoon plezier hebben in het voetballen. En dat is wel heel belangrijk. En dan blijven ze het ook het langste doen. Ik wil eigenlijk nog even een anekdote vertellen. Toen ik trainer was Cor Verbeek was mijn assistent, zeg maar. Die was de grensrechter. En Cor die deed altijd bij alle uitwedstrijden deed hij altijd een broodje frikandel eten. En dan aan het einde van het seizoen, dan maakte hij een top 3 op van waar ze het lekkerste broodje frikandel hadden. Dat was wel altijd een hoogtepunt aan het einde van het seizoen, moet ik zeggen. Marjolein de Veldhuizen, vandaag reunie van SV Zomeren, damesvoetbal. U komt vandaag veel bekenden tegen. Nou, heel veel. En ik vind het ook heel leuk. Ja. Als we over Marjolein de Veldhuizen praten, over welke periode praten we dan? Nou, dan praten we over de periode. Toen was het damesvoetbal net opgestart. In de 70er jaren. En ik ben er in 2 of 73 bijgekomen. En de voetbalsters die er toen bij waren, waren allemaal zo'n beetje rond de 20. En ik kwam er als 13, 14-jarige toen bij. Woonde toen in Zomeren? Ik woonde toen in Zomeren. Ja, en waarom bent u gaan voetballen? Waarom ben ik gaan voetballen? Want voor mij waren er andere sporten. Nou, ik voetbalde altijd op straat, in de Horemanstraat. Daar hadden we zo'n veldje. En toen zei de vader van Harold van Doorn, die woonde daar ook, die zag mij voetballen. En die zei van, je moet eens bij de vrouwenvoetbal gaan kijken. Dat willen ze jou wel hebben. En zo ben ik eigenlijk aan het voetballen gegaan. En hoe lang heeft u dat gedaan? Ik ben hier tot 89 gebleven. En daarna ben ik verhuisd naar Waspik, of All Places. En daar heb ik ook nog een jaar of 7, 8 gevoetbald. Ja. En nu bent u terug na zoveel jaren voor de reunie? Ja. Nou, ik kom natuurlijk nog wel eens in Zomeren. Alhoewel er niemand meer woont van mijn familie. Maar mijn ouders liggen op de begraafplaats, dus die ga je nog wel eens bezoeken. En ik ben toevallig 2 jaar terug, heb ik hier een weekje op een camping gestaan. En heb ik wat gefietst en ook weer wat mensen ontmoet. Ja, ik zag bij uw binnenkomst dat er heel veel mensen blij waren dat ze u zagen. Was dat een verrassing? Is dat zo? Ja. Nou, ik vind het ook heel leuk om die mensen weer te zien. Ja? Ja, het is natuurlijk heel lang geleden. We hebben wel eens... Toen ik in Waspik voetbalde, is het elftal ook daar geweest. Maar ja, dan praat je over 1,92. En toen hebben we een wedstrijd tegen mijn toenmalige club gevoetbald. En daarna kom je nog wel eens hier op het sportpark. Maar ja, je gaat steeds minder mensen kennen natuurlijk van die beginperiode. Maar je kent ze hier wel? Kunnen ze zakken toch? Ja, de meeste wel. Ja. Maar sommigen was even moeilijk de namen raden. Maar nou, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Stella Bijkers, u was de eerste kipster van SV Zomeren. Ja, het begin van de damesoprichting. U woonde toen in Zomeren? Zomeren. En waarom bent u naar voetballen? Ik heb eerst 8 jaar gehandbald. En was ik ook kipster. En toen werkte ik bij
ging ik naar Philips toe. En Boerenkamp, Bets Boerenkamp, had een zus. En die ontmoette ik dan ook bij Philips. En die had mij gevraagd om eerste keepster, of om te keepen. Ja, keepen of spelen of te voetballen. En dan was het omdat ze pas opzetten. Hoe lang heeft ze dat gedaan? 3 jaar. 3 jaar? 3 jaar, ja. En toen was genoeg? Was genoeg, want ik woonde dan niet meer in Eindhoven. Ik ging trouwen en ik ging buiten Eindhoven wonen. En dat is te ver, hè, om naar Zomeren te gaan. Maar je bent vandaag wel hier? Ja. Ze hebben me opgespoord. Opsporen gezocht. Ja, dat komt. Ze hebben me gevonden. We hebben een uitwisseling gehad met Jus de Boule. En ik was bij Gastel, hebben ze uit. En Sjaak is dan kwam ik tegen. En hij herkende mij. En zodoende hebben ze aan Sjaak gevraagd of ze mij willen. Heeft hij die vereniging, heeft hij dan opgebeld. En zo hebben ze me gevonden. Is het leuk vandaag of niet? Ja, zeker. Ze zeggen, je bent nog altijd hetzelfde. Van haar bewegingen en alles. Annie Beulen en Zak Boerenkamp, ze kennen elkaar hoog niet van het voetballen. Dat klopt. Volgens mij van de Burno. Want ze zijn hier bij ons al in de kroeg. Ja. Zak, jij wacht de trainer van Annie? Ja. Jij wacht de trainer van Annie? Ja. Wat voor trainer was dat? Sympathieke man. Af en toe wel eens een beetje streng, maar dat is wel nodig, hè? Dat was nodig toen? Ja, dat was nodig, ja. Als gestel van die jonge grieten door over dat veld had hommelen. Ik ben ooit mee 15, 16 van die meiden een weekend weg geweest. Alleen als man zijn. Dan weet ik wel lekker zwaar te verduren. Ja, waar waren we toen naartoe geweest? In Landgraaf zijn we een weekend geweest en een keer in België. België, daar staat in me niet van bij. Ik ben zwemmen een keer geweest. En toen wisten wij de weg niet naar de sportpark. En dan stapte onderweg, ik weet niet, iemand uit de bus. En die ging vragen of er daar ergens een sportpark was. Ja, in België zijn meer sportparken natuurlijk. Hè? Dus wisten we nog niks. Maar we zijn wel terecht gekomen toch. Zat, wat was Annie voor de voetbalster? Wat was Annie voor de speelster? Fanatiek. Annie, ja. Fanatieke speelster, ja. Ja. Ging er fanatiek aan toe, of niet? Ja. Ging wel eens ooit te hard, maar Ja, is wel ooit van het veld gestuurd, hoor. Wie was de beste voetballer? Bij mij? Ja, verdomme. Die is nou hier, hoe heette die ook weer? Die Waspik, dat vond ik een Marjolein. Marjolein. Marjolein Veldhuis. Ja, die was. Die stond in de spits. We hadden ook een beetje een getinde. Rita Montero. Rita Montero, ja. Die is niet hier, hoor. Jawel, Rita is die hier, ja. Echt hoor? Oh, verdomme. Dan moet je terug zijn. Oh, dan moet ik terug. Ja, dan moet ik terug. Want je kan vandaag veel bekend. Ja, die stonden voor in de. Nou, volgens mij zijn ze er allemaal op een paar door die inmiddels overleden zijn. Ja. Ja, ik ken er twee die Fien overleden. En wie nog meer? Maas, hè? Oh, Mia. Mia Maas, ja. De andere keepster. En Jacobs. Oh ja, Jogen, die is pas overleden. Heb je dat even regelmatig of niet? Nee, dit is denk ik de eerste keer sinds dat wij, tenminste met het damesvoetbal. Dat is wel mooi dan, met elkaar zien. Ja, het was, elkaar voor de eerste keer weer, dat wordt een later keer. Misschien wel. Ja, het is wel leuk dat na zoveel tijd eigenlijk weer elkaar ziet, want... Ja, er zijn er toch veel, al in de 70 en zo, hè, dus... Want ze zeggen 50 jaar, maar het is inmiddels 52, hè, met die corona, hè. Dus, en tellen maar 20 jaar bij, dus dan zit je 72, midden 70, hè. Ja, ik was 15 toen ik erbij kwam. Ja, kijk, dat was toch echt een beetje snotneus, hè. Ja, mocht ik er niet in de kroeg komen, maar... Dat is wel mooi, Jacques, ook, dat is allemaal massief. Hm? Dat is mooi voor jou ook, dat je ze allemaal nog ziet, hè? Ja. Ook apart. Ja. Maar ik moet 25 namen onthouden en vrij maar in, hè? Dat is iets makkelijker. Anton Zonnemans, voorzitter van SV Zomeren. Damesvoetbal is 50 jaar geleden begonnen, maar heeft wel een mooie ontwikkeling meegemaakt. Het hangt er niet bij, hè? Nee, absoluut niet. Absoluut.
Nee, het is sowieso, hè. Landelijk is het een hartstikke mooi sport, maar wij hebben daar 50 jaar geleden is een mooi initiatief geweest. En ondertussen heeft het geëvolueerd tot iets heel moois met de vrouwen- en meisjesvoetbal. Waar heel veel mensen plezier aan beleven, dus daar zijn we trots op. En ze brengen veel plezier. Ja, ze brengen sowieso, het lijkt wel of de vrouwen zeg maar meer plezier hebben met voetbalspelletjes, dus ze minder gaan liggen. Hè. Dat zie je ook wel bij de echte top in het vrouwenvoetbal. Dat lijkt meer spelvreugde te zijn, maar dat zien we hier ook wel. Ja. Dus het en buiten het voetbal helemaal. Dus hartstikke leuk hoe die... En bij het feest doen ze ook niet onder voor de mannen, hè? Nee. Nee, we hebben een drankje, de rosébier, dat vinden ze allemaal lekker. Dus, maar inderdaad, die weten wel wat feest is en dat is natuurlijk ook mooi. Ja, vroeger was de mannenwereld, maar dat is al lang niet meer. Nee. Je drukt wel een stempel op de club. Ja, goed, en daar zijn we wel blij mee. Sowieso, dat is natuurlijk sporten. We hebben zowel recreatieve als prestatieve voetballers. En beide werkt goed. Ook die samenwerking met AMC, zodat iedereen op zijn eigen niveau kan voetballen. Dat is wel een goede zet geweest, zodat we eigenlijk iedereen er wel plezier aan beleeft. Ja, dat was in het begin een beetje spannend, hè, we gingen lopen, maar iedereen is tevreden. Nou ja, het is belangrijk dat iedereen op zijn eigen niveau kan voetballen. En na afloop is het sowieso gezellig bij clubs als Zomer en Aften. Maar als er gevoetbald moet worden en getraind, dan is het wel prettig als je recreatief en prestatief kunt onderscheiden. En dat werkt nou wel goed. En het feit dat Nederland zelf al goed gaat presteren, dat merken we als club ook iedere keer? Ja, dat is misschien moeilijk te meten, maar het is wel zo, die aandacht inderdaad bij de meisjes. In de aanmelding zie je wel terug. En de werkgroep, we hebben een heel enthousiaste werkgroep over twee verenigingen heen. Die met de toekomst ook bezig zijn en de korte termijn wervingsacties opzetten. Ja, die maken daar wel dankbaar gebruik van natuurlijk. Ja, het zelf ook... Misschien 50 jaar geleden zien we die dames terug voetballen. En nu? Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is voor iedereen ook wennen om naar damesvoetbal, vrouwenvoetbal te kijken. Hè. Dat is zo. Maar dat is, als je er nou naar gaat kijken, en ik heb veel wedstrijden gezien, dan is het echt goed om naar te kijken, hoor, zeker. En, tenminste, als je plezier is er sowieso, maar het niveau gaat ook omhoog, vanzelfsprekend. Ja, vandaag is de zaterdag test van de Lady XXL Meiden. Die hebben een heel weekend gemaakt, het Hattrick Festival. Dat kwam ook toevallig zo uit? Nee, niet toevallig natuurlijk. We hebben, het Hemelvaarttoernooi is altijd een groot evenement. Dus de voetballen en daarna gaat dat over in een feestje. In dit geval hebben we het jubileum aangegrepen om dat ook te vieren. Zoals twee jaar geleden 75 jaar bestaan, nu 50 jaar bestaan van de vrouwen. En dan hebben we gisteren nog een ledenavond gehad, de vrijwilligersavond. Die is ook altijd rond deze periode. Dus dat valt mooi samen. Dan kunnen we de faciliteiten kunnen we ook bekostigen. Ja, en is het druk geweest? Ja, het is lekker druk. Dus allemaal goed verlopen.